En in één keer was er een, een dreun, een enorme dreun. En nou ja, je denkt een dreun is een seconde... maar in mijn herinnering was het een dreun die een paar seconden duurde. We gaan terug naar 16 april 2012. Villa VDB. Op die dag startte in Noorwegen het proces tegen neonazi Anders Breivik. Rustig, onaangedaan, glimlachend en strijkbaar. Een uitdagende Anders Breivik stond vandaag terecht in Noorwegen. Breivik toont geen enkel teken van berouw. 22 juli vorig jaar liet hij een bom afgaan in het regeringscentrum van Oslo. En daarna richtte hij een bloedbad aan op het eiland Utøya. In totaal kwamen daar 77 vooral jonge mensen om het leven. Breivik bekent alles. Toch meent hij onschuldig te zijn. Zodra de boeien afgaan, brengt hij de zogeheten Tempeliersgroet. Hij noemt zichzelf een hedendaagse tempelier. Een kruisvader die Europa moet redden van het islamitische gevaar. Volgens hem is er een oorlog gaande met de islam en handelde hij uit zelfverdediging. Over Anders Breiv, ik ga ik praten met twee Nederlanders die getuigen waren van de aanslag in Oslo. Het gaat om het brandweerkoppel Loes Dokheer en Bas van Riel. Welkom allebei. Dank je. Ja, jullie waren in Oslo dus op die bewuste dag 22 juli 2011. Um, ja, hoe was, wat was dat voor dag voor jullie? Hoe begon die? Uh, het was onze tweede dag in Noorwegen. En uh, het was het begin van een rondreis die we, die we zouden maken. En we wilden natuurlijk eerst Oslo zien. Het regende heel erg. Daardoor hadden we stevige schoenen aan en een regenjas. En uh, rond een uur of twaalf werd het gelukkig wat droog. En toen zeiden we, we gaan even koffie drinken. En dat deden we in een koffiehoek van een warenhuis. Een eerste verdieping. En daar uh, was heel veel glas. Heel veel ramen. En we wilden natuurlijk graag naast die ramen zitten. Dan konden we ook naar buiten kijken. Maar die ramen die waren allemaal bezet. Dus we zaten ietsje verder van de ramen af. Hadden net koffie besteld. En in één keer was er een, een dreun. Een enorme dreun. En... Nou ja, je denkt een dreun is een seconde, maar in mijn herinnering was het een dreun die een paar seconden duurde. En we voelden het glas, al het glas dat in één klap vloog het allemaal naar binnen. En de mensen die bij het raam zaten, die werden bedolven onder het glas en hun eten natuurlijk ook. En we keken naar buiten en buiten waapten allemaal papieren langs. En toen zei ik tegen Bas, er is een vliegtuig op een uh, gebouw gestort. Want ik had heel erg de associatie van de aanslag op het WTC destijds... waar je in die films ook altijd die papieren langs ziet wapperen. En dat was hier ook zo. En op dat moment gingen meteen in dat ware huis allemaal bellen rinkelen... en het bedienend personeel trok hesjes aan. En die troonden iedereen die daar was, en dan met glas nog overal... in een rij netjes naar buiten... Wij zijn een beetje eigenwijs en ik liet mij ook wel door Bas leiden. Die zei, kijk, daar is een nooduitgang. Wij gaan door die nooduitgang. Dus wij in van, die, van die trappen af in dat gebouw en kwamen nog in een kantine waar de koffieautomaat van de wand af, ja, door de klap van de wand af was gekomen. Eén grote chaos. En er was een nooddeur die we openden en we stonden buiten. Ja, ik wilde eigenlijk de straat in waar we de knal hoorden en waar we het, uh, de rommel langs waren gekomen. Ja, we wilden gewoon kijken. Ja? We wilden gewoon kijken ja. wat er gebeurd was. En we kwamen op de straat en die straat was bezaaid met glas, want het was een winkelstraat. Dus al die etalages waren kapot. En, uh, maar er lag niet alleen glas op straat, uh, centimeters dik, maar ook allerlei... Spullen die van, van de gevels af waren gekomen: uh, planken, uh, tegels, heel veel, uh, heel veel koper. Want het wordt veel in Scandinavië gebruikt. Ja. En nou ja, we liepen eigenlijk naar waar nog veel meer rommel was. En we kwamen toen op een groot vierkant plein, wat helemaal bedolven was onder de troep. En Bas zei van dat is een belangrijk gebouw. Hij zag op een of andere manier dat er een helikopterplatform was daar. En ik zei: Nee, joh, dat is helemaal geen belangrijk gebouw. Dat is een slooppand. Omdat alle ramen eruit lagen en alle gevelbedekking eraf. En aan de andere kant van dat plein was een hele toegang weggeblazen. Er liepen mensen met bebloede hoofden. We zagen auto's op z'n kop. Het was een gigantische, gigantische troep. En hoe was u eraan toe? Ja, heel nuchter. Ik. Dacht, ik ik keek er al professioneel naar. En ja. dat was ook de reden dat we daar naartoe liepen. Want je bent toch nieuwsgierig van wat gaat er hier nou gebeuren? Wat is er gebeurd? Uh, ja, helpen in je eentje, dat kan je niet. Maar u uh, dacht dus ook niet, nou ja, misschien komt er nog wel in een explosie. Ja, nou, dat dachten we wel. Maar uh, ja, het kon ons toch niet weerhouden. Later hebben we wel gedacht van, nou, we lopen wel verder. We zijn niet met, uh, met de metro verder gegaan. We zijn wel gewoon... Uh, wezen lopen de rest van de dag. Dus het zat wel in ons hoofd, maar toen nog niet. We wilden eerst toch kijken wat er nou precies gebeurt. Maar als je niet weet wat er is gebeurd... dat geeft een heel andere dimensie... ook aan het bestrijden van de gevolgen ja. van die ramp. En dit was natuurlijk nog maar een deel... want uiteindelijk is hij naar dat eiland gegaan. Ja. En daar zijn nog veel meer jongeren, vooral jongeren, omgekomen. Wanneer hoorden jullie daarvan? de volgende dag pas. Ja, ja. We, we zijn eerst wat we net al zeiden lopend naar het uh, Moeng Museum gegaan. Je bent gewoon nog gewoon naar het museum gegaan. Ja. Was daar nog had je nog de stemming om naar een museum te gaan? Ja, dan zijn we toch wel nog aan nuchter denk ik. Ja. ja. Nou ja, zijn, we zijn dus niet met de metro gegaan. Zeiden, dat, dat, dat risico moeten we niet ja, nemen, naar het museum. En er was daar ook wel duidelijk dat er iets gebeurd was. Dus we zijn, hebben die prachtige schilderijen van Munch bekeken. En toen waren we om een uur of vier, denk ik, liepen we weer naar buiten. En toen zagen we overal helikopters. En dat vonden we raar. Want dan zou toch al zoveel geregeld moeten zijn rond de bestrijding van die ramp. Dus dat was vreemd, nou, maar in die wijk was verder ook niks aan de hand. We zijn gaan eten en daar was het heel druk. En toen gingen we met de tram weer terug. We stonden die uh, dag op een camping. En toen was er een meisje bij de halte en die zei: "Ja, maar er is ook geschoten." En wij dachten nog geschoten. We hebben geen schieten gehoord. Ja, ja en toen kwamen jullie op de hoogte van wat er daar niet, gebeurd was. Nog niet, nog oh. niet. Nee. Pas de volgende ochtend. Toen ja. we gingen uitchecken, want we zouden toen de rondreis gaan maken. En Ton hing bij de receptie van die camping. Allemaal grote papieren met wat er gebeurd was. Ze zei: moet je, moet je nou eens ja. kijken? Ja. Nou ja, en uiteindelijk is hij natuurlijk opgepakt en is hij veroordeeld. Um, vandaag, dus twaalf jaar geleden, dat die rechtszaak tegen hem begon. Hij zit in de gevangenis en de verwachting is dat hij daar nooit meer uitkomt. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst? Ik sprak met Loes, Dok hier en Bas van Riel. Dank jullie wel. Abonneer op ons YouTube-kanaal.